Welkom in Studio Molenaar. Naast me zit Henk-Jan van der Weijden van Hybris, de softwareleverancier. Henk-Jan, wat vind jij van de huidige retail? De kanalen op zich draaien onafhankelijk van elkaar. Dus de huidige retail, als je dan retail, de bricks hebt, de stenen, die zijn op zichzelf georiënteerd. Eigen marketingafdeling en richten zich natuurlijk op de uitgebruiker. We hebben te weinig met het internetkanaal. Het internetkanaal staat op zich en we hebben de bricks. En dan kun je channelconflicten, kanaalconflicten gaan krijgen. Ja, is er dan wel een toekomst voor winkels? Er is wel een toekomst voor winkels, maar een andere toekomst. De multi-channel aanpak, dus de meerdere kanalen, die moeten één en dezelfde doelgroep uiteindelijk weer gaan bereiken. We krijgen een heel ander gedrag van de mensen. Ja, maar wat ik ervaar op internet, kennen ze mij. Elke keer bestel, ze weten wat ik altijd gedaan heb. En ik kom bij mijn eigen winkel en ze kennen me helemaal niet. Dat is één van de dingen. En hoe lossen we het op met technologie? Dat is een van de dingen. De technologie moet daarin ondersteunend zijn. Een onderneming, een retailer, moet een strategische visie hebben van waar willen we naartoe. En dan vervolgens moet je die kanalen gaan integreren. En dat doe je door een uniforme oplossing. Door bijvoorbeeld de kassa's te integreren met je online kanaal. Dat als Comola naar binnen komt en je wordt herkend, dat die kassa bij wijze van spreken al met een bepaalde promotie komt. Ja, maar daar is het probleem, want ze herkennen mij pas bij de kassa. En hoe herkennen ze mij op een veel eerder stadium in de winkel? Ja, er zijn een aantal technieken. Hè. Dus dat wordt nu allemaal wel ontwikkeld. We praten nu ook over de toekomst. Want het is niet zo dat men in één keer dat hele multichannel kanaal heeft opgelost. Dus daar moet je nog wel een aantal jaren aan werken. Maar je kunt denken aan RFID. Op een enige manier dat je herkenbaar bent. Je kunt denken aan location-based services aan de hand van je telefoon. Je loopt ergens op de vierkante meter nauwkeurig. Kun je weten, hè, mits men dat toestaat uiteraard, allerlei juridische regelingen. Maar aan die locatie zit een persoon, zit een profiel. Ik rij over de A10 en het is 12 uur en ik ben bij de Maxedo-organisatie. VND, Laplace en Bijenkorf en dergelijke zijn erbij aangesloten. En het is 12 uur en ik krijg een sms'je. Van als je nu naar Laplace komt, achter de McDonald's, dan krijg je de koffie gratis. Iets in die trend. Ja. Maar nu even dan terug naar die winkel toe. Ja. Je noemt zelf multichannel. Voor mijn gevoel zijn er twee aparte kanalen. Moet ik nou denken in jouw visie dat de toekomst zit bij multichannel? Aparte kanalen, dus iedere retailer moet maar op internet gaan. Of moet ik meer denken aan de H&M-variant, de HEMA-variant, waarbij het eigenlijk over een cross-retailing is. Waarbij je wat je internet doet, kun je in de winkel zien. En wat je in de winkel doet, kun je weer terug zien op internet. Daar gaat het dus naartoe. Okay. Daar gaat het absoluut naartoe. Dus de retailers krijgen een factor in de multichannel, internet in een dito. Sommige mensen kijken online, vergelijken online, kopen offline. Sommige mensen gaan offline, dit zijn natuurlijk ook afhankelijk van wat voor soort producten je hebt. Kijken offline, gaan die winkel binnen en nemen die informatie mee en gaan online zoeken. En kopen daar eventueel. Of gaan online vergelijken en gaan we terug naar de winkel. Dus je krijgt dat die kanalen elkaar gaan ondersteunen en gaan beïnvloeden. En dat is dat cross-channel. En daar heb je dus een bepaalde technologische infrastructuur voor nodig. En dat is Hybris? En daar ondersteunen wij onder andere in. Ja. Maar wat onder andere? Ja, dat houdt in dat je hebt... Kijk, de clicks en de bricks, dat is het nog niet alleen. Je hebt mobile is een kanaal, callcenter is een kanaal, print is een kanaal. Al die kanalen moeten elkaar gaan ondersteunen en versterken. Het is eigenlijk het versterken. Want mensen krijgen die informatie via papier. En vervolgens gaan ze naar een winkel toe die een ander product heeft. Een concurrerend product. En dus heb je bepaalde infrastructuur nodig om al die mensen te gaan begeleiden. Ik ga hier kopen of ik ga hier vergelijken, ik ga daar kopen. Dat je die mensen kunt sturen en gaat begeleiden. En dat je weet waar men zich op dat moment begeeft. Dus ook locatiebepaling. Oké, dus Hybris is een softwareplatform die in staat is om mensen te volgen in de winkel en te volgen op internet. En dat kan dan leiden tot een directe communicatie in de winkel, wat je net noemde location-based services, en ook e-mail of print of wat dan ook. Hybris is een totale oplossing voor die hele probleemstelling. Dat houdt in dat wij aan de achterkant beginnen met bijvoorbeeld productmanagement. Al die productdata moet op dezelfde manier worden gedistribueerd en geïnformeerd. Dus mensen krijgen dezelfde informatie in de winkel als online. Dat er bepaalde promoties zijn. 3 halen, 2 betalen. Ik koop dat online. Nu heb ik er 2, maar ik hoef er niet 3 te hebben. En ik ga ermee offline. Dan kom ik bij de kassa en die vrouw zegt, ja, wat moet ik ermee? Ja, ja. Dat kan er niet. En dat moet daar ingeleverd worden op een goede manier. Ja. En daar heb je technologische infrastructuur nodig. Okay. Dus de hele commerce, het informeren, het behandelen van je productdata, order management. Dat houdt in dat je daar wat koopt en daar wat kan inleveren, bij wijze van spreken. Dus iedere retailer moet op internet?
Op een bepaalde manier zeker, ja. Op een bepaalde manier. Ja. De ene heeft internet nodig ter ondersteuning van offline. De andere heeft offline voor presentatie. Daar praten we dus over toekomst. Presentatiemogelijkheden om online goed te laten vergelijken en te kopen. Dus de ene heeft een website, de andere heeft echt e-commerce. De andere heeft weer... Oké, okay, nu als ik in de winkel kom vind ik het altijd emotie. Hè? Het is het zien, het voelen, het ruiken, het kijken. De winkeljuffrouw. Ze wilt allemaal mee tot een hele positieve beleving van de winkel. Internet erg saai, want ik zie alleen maar tekst en ik moet alles maar gaan lezen. En ik snap af en toe de woorden niet. Hoe kunnen we emotie toevoegen op een website? Je ziet nu al wel langzaam aan de trend gebeuren dat men producten... Je moet eerst zorgen dat de producten gevonden worden. Hè? Wat wil ik nu eigenlijk? En vervolgens zie je het product. Ja, dan zie je daar een plaatje en misschien kun je dan draaien, kunt zoomen. Maar men wil gaan ruiken, bij wijze van spreken. Men wil gaan voelen. En dan komt video, gaat daar zeker een rol in spelen. Hè? Dat je video krijgt, een interactieve video. Van ik zie daar een persoon, hé, wat een mooie shirt. En hij is daar aan het praten en je klikt erop. En vervolgens krijg je nog een mooie presentatie of ondersteunende data. Dus video is eigenlijk een real-life experience op internet. Ja, winkelen, online winkelen wordt een ervaring. Net als een ervaring je offline krijgt, moet je online ook een ervaring gaan krijgen. En echt een goed gevoel bij krijgen. Oké, afsluitende vraag. Welke beste tip kunnen we geven aan retailers? Strategieontwikkeling. Men moet nu denken van wij gaan multichannel. En koop maar een webshop en ga dan maar beginnen. Want over 2 jaar loop je absoluut tegen een hele grote probleem op. Je moet eerst gaan denken, hoe wil ik dat nu gaan doen? En hoe ga ik dat nu in de winkel organiseren? Hoe ga ik dit nu online organiseren? Hoe ga ik die in die organisaties ook organiseren? Dat men op een goede manier communiceert. Want nu zijn dat allemaal van die silo's en niemand praat met elkaar. Je krijgt één grote miscommunicatie. Okay. En daar moet men eerst mee gaan beginnen. Okay. Dit was Henk-Jan van der Weijden over het nieuwe winkelen en de rol van de technologie.